Het is vandaag vrijdag en ik zit nog even thuis achter mijn laptop. Want ik moet nog wat laatste dingetjes doen voor de brandhondendag morgen. We gaan er een hele mooie dag van maken. Het wordt weer een hele bijzondere dag. Zeker. Hoi hoi. Leuk dat je weer naar mijn vlog kijkt. Het is vandaag vrijdag. Ik zit thuis nog eventjes achter mijn laptop. Nog wat laatste dingetjes te doen voor de brandhondendag morgen. Deze brandhondendag die organiseer ik. En het is een dag bedoeld voor brandhondenpatiënten en hun gezin en familieleden. Het is de lotgenotencontactdag van het jaar. En er komen zo'n 350 mensen, zowel volwassenen als kinderen. En we hebben een prachtig programma voor ze gemaakt. De volwassenen kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een gespreksgroep om te praten over hun brandwonden of bijvoorbeeld over de brandwonden van hun eigen kind. De kinderen gaan onder begeleiding de dierentuin in. Dit zijn meestal kinderen met brandwonden en hun broertjes en zusjes. Zo hebben zij een dagje onbezorgd plezier. En ook daar zie je vaak dat ze het gewoon echt eventjes onderling hebben over hun littekens. Omdat ze het natuurlijk ook zien bij andere kinderen. Voor heel veel mensen is deze dag heel belangrijk, omdat ze zien dat ze niet de enige zijn met hun littekens. En juist dat ze er met anderen over kunnen praten. Ik neem je in ieder geval mee naar de dag en ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Ik werk dus bij de Brandhondenstichting, dat was volgens mij wel duidelijk. Maar ik doe de organisatie van deze dag. Dus ik ben hier gewoon als eerste, dacht ik, maar de hele crew van mensen die helpen, die zijn er al lekker bezig. Dus er zal vast in ieder geval een kopje koffie voor me klaarstaan. Daar ga ik nu eerst naartoe. Kijk, de harde kern is er. Gaan er een mooie dag van maken. Zeker. Kijk, de dagvoorzitter is gearriveerd. Hallo, ik ben er hoor. Het gaat allemaal goed komen vandaag, toch? Zeker, we gaan er een hele mooie dag van maken. Het wordt weer een hele bijzondere dag. Zeker. Met heel veel bijzondere momenten, denk ik. Ja. Echt spannend. Ik ga jou laten zien wat er allemaal van je verwacht wordt. Dus jij vocht tegenwoordig, ja. Marjorie on Fire. Ja. Als mensen geïnteresseerd zijn, ik heb het blog gezien, het is echt heel erg leuk en inspirerend. Dus dat doe je echt heel erg goed. Dus bij deze, nu sta ik er ook op. Ja.